je kijken en daar ben ik weer. Gelijk napraten over de wedstrijd van zojuist. En wat een waanzinnige wedstrijd was dit. 1-0 gewonnen, maar vraag niet hoe. Top 2 helft. Jiménez kan erin voor Danilo. En laat zich gelijk zien. Ongelooflijk een goede wedstrijd. Ik had het echt niet verwacht. Ja, ik, ik zei 3-1 was mijn voorspelling. Maar ja, Feyenoord speelde 2 tweede helft verbazingwekkend goed. En uh, sowieso ja, laat ze niet echt ja, een paar kansen misschien niet al Bijlou keep een fantastische wedstrijd. Um, ja, het ging gewoon. Alles zat mee. En dat is natuurlijk heel erg gunstig geweest. We zijn door naar de, de volgende ronde van de Europa League. Die spelen we pas weer in maart. Dus we hebben geen voorrondes en dat soort dingen. Nee, we spelen pas weer in maart weer. De volgende ronde van de Europa League. En ja, waanzinnig, waanzinnig mooi. En natuurlijk, ja, wat ook mooi was, de jonge speler. Van laatst, jongen, even de naam kwijt. Twee keer geel rood. De eerste keer was geel was prot protesteren. De tweede keer geel was het bal de tribune in, in schoppen. Ja, Twee keer geel, ja, rood. Goede scheidsrechter ook trouwens. <laughs> en um, ja, echt gewoon een welzinnige goede wedstrijd. Ik ben zeer tevreden met deze overwinning. En uh, nu vol vertrouwen. Ook al is het altijd zo, als Vaaart een goede wedstrijd gespeeld, dat dan de volgende wedstrijd eigenlijk ja, minder is. Tegen Volendam, zondag om half drie. Moet je op zich kunnen winnen. Maar ja, zijn, je weet het maar nooit. En, uh, maar in ieder geval, genieten we hier van deze wedstrijd tegen Lazio. Mijn man van de wedstrijd natuurlijk, Santiago Jiménez. Wie, wie vonden vond jullie de beste? Ja, Beile was ook goed natuurlijk. Dus zou zeg, laat weten wat jullie vonden. Tot morgen weer bij een career mode. Want deze gaan jullie vandaag nog zien, deze avond. En dan zeg ik, wel wat kijken. En uh, later. Joe